Welke concepters gaan we hier dan meenemen naar de finale? We gaan het over 20 seconden weten, want dan zijn ze bij de finishlijn. Gaat het dan toch van Schijndel zijn en Bignel en Brekelmans? En wat te denken van Struik? We hebben hier de nummers 3, 9, 4, 2 en 11 in het klassement aan de start staan. Vooraan is het Steve van Schijndel, rijdend op zijn thuisbaan, samen met Rick Schakenraad. En wat te denken van Bignel? En dan de nummer 2, Lola Brekelmans. Zij staat momenteel 9 in het klassement. Het zou voor haar klassement goede zaken zijn als ze een rondje verder komt. We zien haar daar zo op plaats 4 zitten. We gaan kijken of het zo zal blijven tot aan de finishlijn. De nummer 2, Lola Brekelmans. Shot in deze halve finale voor Groepen Europe, Jan Krause. Jan Kruis, goede benen vandaag en ook hier in de halve finale laten zien wat hij waard is. Uriaan Leenders gaat erachteraan. Uriaan Leenders, en dan komt de man helemaal onderdoor met Bram van Kessel. Die verrast daar Bart Bakker. Gaan we dan ook nummer 17 op meenemen, Devin Nolle. Of komt de aanval van Devin Nolle te laat? We gaan eens kijken of het zo zal blijven. Devin Nolle daar op de vierde, vijfde positie. Kan Devin Nolle naar voren schrijven over de tocht de 84, Bram van Kessel. Devin Nolle of Bram van Kessel? Op een tijdje rust op het laatste rechte stuk. De man staat weer op de fiets.